21-39, dat is natuurlijk prima. Het is 21-32 om precies te zijn. Hij had 22 centimeter verder moeten stoten. Ten slotte, de winnaar. Ze staan al te applaudisseren, maar ze doen dat nog in een ritmisch tempo om hem nog één keer op te zwepen. Filip Mihaljevic. Goud blijft net overeind. Dit is reusachtig ver hoor. Kijk, die Amerikaan Krauser die heeft dit seizoen 23-12 gestoten. Maar dit is 21-88. Zo sluit je af. In stijl. Een gouden glans voor winnaar Filip Mihaljevic. Hij wint het kogelstoten. Beide mannen. Zilver Armin Senancevic, Servië. Brons Tomáš Čánek, Tsjechië. Het goud bij het kogelstoten voor de mannen gaat naar een Kroaat. Ja, daar ziet u de 10.000 meter loopsters. Er zijn er 18 vertrokken. Daarbij inderdaad twee Nederlandse vrouwen. Die spelen geen rol van betekenis. Sielke Jonkman en Jasmijn Lau. Die lopen gewoon goed hoor. Daar niet van. Maar ja, Eilish McColgan heeft de toon gezet.